Ja, ik denk wel een mooie balans tussen uh, ook wel mooi voetbal en ook ja, toch vechtlust, zeg maar. Dus een mooie, mooie balans daarin. Ja, het is eigenlijk uh, best, uh, best, best makkelijk gelopen. Of, uh, die link is best, uh, best kort. Um, ja, Teun Jacobs, uh, technisch directeur hier, um, heb ik toen ik 11, 12 was, zoiets ongeveer. Ik speelde toen bij NSC in de jeugd. En hij was toen nog jeugdtrainer. En uh, dus het eerste team waarin ik speelde bij NSC had ik hem als, uh, als trainer. Dus uh, eigenlijk uh, benaderde Teun mij gewoon via een appje. En uh, ja, zodoende is het eigenlijk gaan rollen. Baltische rollen. Er waren meerdere clubs geïnteresseerd. Uh, uiteindelijk heb je voor, voor Willem II gekozen. Wat was de voornaamste reden? Uh, ja, ik heb ook met de trainer gesproken. Uh, met Teun natuurlijk. Um, en het waren allebei gewoon wel goede gesprekken. Um, en ja, daarbuiten... Ik uh, bedoel, um, ja, vaak genoeg tegen Willem II gespeeld. Uh, en ik denk ook wel... Dat de um, ja, club in het verleden ook wel heeft laten zien. dat een beetje voor mijn type speler. Um, ja, toch wel creatief wel aan de bal. Uh, dat, uh, dat Willem 2 een mooi podium is. Uh, uh, gebleken voor uh, veel spelers in het verleden. Dus ik hoop ook voor mij nu. Ja, want je hebt vooral tegen Willem II gespeeld. Uh, jij je hebt hier uh, een paar keer al uh, het veld mogen betreden. Wat weet je van de club? Uh, ja, ik weet dat uh, enthousiaste, of ja, fanatieke fans, uh, ja, altijd wel. Um, als je hier bent, dan, uh, dan voel je wel echt dat het, zeg maar, uh, dat het gewoon echt leeft, dat de club leeft. Um, ja, eigenlijk, dat is eigenlijk het uh, voornaamste waar ik aan denk. En uh, op zich ook altijd, uh, ja, wel gewoon goede spelers in, uh, in de selecties. En toch ook wel ergens, uh, ja, ik denk wel een mooie balans tussen. Uh, ook wel mooi voetbal en ook ja, toch vechtlust, zeg maar. Dus een mooie, mooie balans daarin. Nou, hoe, hoe pas jij daarin? Um, ja, ik denk sowieso dat mijn kwaliteiten. Uh, ja, natuurlijk, iedereen heeft een andere kijk over, over voetbal. Maar ik denk toch wel dat veel mensen wel. Um, ja, mijn kwaliteit is, is wel iets. Voor, voor het oog kan het, wel, kan het wel mooi zijn. Of ja, gewoon aan de bal denk ik dat ik wel een technische speler ben. Dus, uh, en uh, ja, natuurlijk uh, als uh, profvoetballer weet je ook uh, dat het niet alleen dat is, maar dat je ook een steentje moet bijdragen voor het team in, in het strijden. Dus uh, ja, dat heb ik ook geleerd door de jaren heen. Vorig jaar zat je in het buitenland, dat was de eerste keer voor jou, geloof ik. Uh, ervaring, Ervaring rijker? ja zeker hoe was dat uh, ja het was heel interessant het was um, ja inderdaad je bent opeens uh, kom je in de kleedkamer en uh, voor het eerst hoor je geen Nederlands meer en ja dat is toch ik weet niet um, toch wel even gek toch wel even wennen veel verschillende talen veel Frans werd er gesproken veel Grieks um, dus uh, ja, het was vooral heel leerzaam, want ik was daar alleen ook naartoe gegaan. En uh, ja, alles van A tot Z is anders natuurlijk. Ja, normaal doen we boodschappen bij de Albertijn of zo, maar ja, die heb je daar niet. Dus dat zijn van die kleine dingetjes, maar als het allemaal bij elkaar anders is, dan is het wel, uh, wel wennen, maar daardoor ook juist des te leerzamer, denk ik. Want ja, ben je meer uit je comfortzone als, uh, als mens, dus kan je ook daarin uh, meer groei vinden. Um, ja, voor de rest met voetbal niet helemaal hoe ik uh, het voor, voor had gesteld. Dus dat is ook wel, ja, wel weer fijn om gewoon weer wat meer op uh, bekende bodem te zijn. Nederland, gewoon Nederlandse velden. Um, maar op zich, uh, ik ben wel, ben wel dankbaar voor het afgelopen jaar. Want als mens was het, uh, was het denk ik heel leerzaam om ergens daar, ja een ander land, dan dat je gewend bent uh, te zitten, andere cultuur. Jouw uh, oude ploeg Cambuur uh, en Groningen, die, ga, die gaan wij treffen, al heel snel overigens uh, in de competitie. Um, ja, dat is ook bijzonder natuurlijk. Dat je daar tegen moet. Hoe kijk jij uh, überhaupt naar na de KKD? Want dat is een zware KKD ook. Ja, ja nee klopt. Ik denk KKD is sowieso is. Uh, ja, je ziet gewoon dat heel veel nu teams die erin zitten, die zaten een paar jaar geleden. In ieder geval waren het gewoon vaste Eredivisie teams. Dus. Um, ja, en dan zie je nog steeds wel dat die teams ook gewoon qua selecties en zo gewoon goede selecties kunnen maken. Dus uh, ja, ik denk, denk uh, dat het niveau sowieso wel omhoog is gegaan de laatste, laatste jaren. Um, en ja, inderdaad, het is leuk dat je tegen een paar teams um, ja, vooral denk ik altijd leuk om oude bekenden wel even weer te zien. Uh, dus dat is dat is wel leuk. Uh, ja, ik heb inmiddels al wel een stuk of vijf, zes clubs gehad in Nederland. Dus eigenlijk altijd wel, ja, kom je weer, speel je weer tegen oude teams. Dus het is niet per se iets heel speciaals meer of zo. Um, de eerste twee, drie, dan is het zeg maar raar. Maar nu is het al ergens, uh, ja, je weet, het is gewoon elk seizoen zit het wel uh, zo dat je één, twee keer tegen een team komt waar je al tegen hebt gespeeld, uh, waar je voor hebt gespeeld. Um, dus ja, dat. Over een paar weken begint de competitie. Ja, are you ready? Ja, nee, tuurlijk. Uh, ja, ik weet het. Ik, weet het. Ja, ik, ik, um, ik, ik voel me klaar. Ik voel me mentaal klaar. Um, ja, ik heb, ik heb er wel echt zin in. Vooral ook, uh, ook goed met uh, Michael de Leeuw gepraat voordat ik naar hier kwam. Want ik ken natuurlijk ken van Groningen. En hij vertelde me ook wel echt van ja, ondanks dat. Willem II, wat natuurlijk gewoon echt een eredivisie club is, nu dan op het tweede niveau uh, speelt, is het niet uh, dat, uh, dat de fans is nog steeds het stadion, uh, nog steeds uh, qua fans en zo, qua aantallen komen nog steeds. Dus uh, bij de thuiswedstrijden en zo, ja, hij zei, dan uh, kookt het nog steeds. Dus uh, ik, ik heb er zin in.